everyone, welcome to a new Begijnhoeven video. My name is Rob, and this time we're going to do a special about breeding and about picking a stallion, because that's very hard these days. And we also got a really cool question of Equitality. We can help them out picking a stallion as well. So I hope you like it. If you do, please don't forget to subscribe. Today the vet is coming for this girl, Fabiola, and for Karma. They're both in heat and we're gonna do embryo transfer with them. The vet was there Saturday for Karma and Fabiola, but Fabiola wasn't ready yet and Karma, they inseminated her, but the ovum wasn't gone yet, so the sperm stays 2 days alive in the womb, or so after 2 days you have to inseminate for the second time. So Karma, you saw in the photo shoot, was like Begijnhoeven's best top model, the black beauty. And I was thinking about Springbank 2 of Andreas Helfstrand. I think it's a very, very good stallion. We're also gonna inseminate Fabiola, my new Grand Prix mare. I hope it will be my new Grand Prix mare. Yeah, I think it's our exciting time. So Karma was inseminated yesterday, and today we'll look if she has ovulated. So here you see the uterus. So here you see the ovary with a lot of smaller follicles, and here we see a corpus luteum, so she has ovulated. Yay! Today I'm going to give some advice to Equitality. Equitality is a very good YouTube channel, and they have a mare and they don't know what to do with her. So I'm gonna give her a little advice in what I think would be a very good stallion for them. I think it's in Dutch. Let's see what they want and what suits their mare. Ik ga bellen. Hallo. Hi. Het is gelukt. Hallo. Hi. Ja. Maar vertel, wat wil je doen met je paard? Nou, we hebben dit paard dus gevonden. Ik was op zoek naar een heel braaf paard. Ik heb 2 keer mijn rug gebroken, dus ik wil gewoon... Ik ben vaak alleen thuis. Ik wil een braaf, relaxed paard waar je wel mee de sport in kunt. Dus nou, die hebben we gevonden, maar die raakte geblesseerd. En... Op zich, paard doet het goed, maar volledig de ouder worden gaat gewoon niet meer gebeuren. Dit karakter, dit model, dit paard, het spreekt me gigantisch aan. En ik heb bewust voor een merrie gekozen, zodat we de mogelijkheid hadden om een keer uit te breiden. Ja, met een ruin lukt dat niet. Dat is tip 1. Nooit fokken met een ruin. Dat is niet goed. Ja, het werkt gewoon niet. Lijkt me niks leuker dan met dit paard nakomeling verder te gaan. En tegen de tijd dat dat veulen zeg maar oud genoeg is om het mee te gaan doen, is de andere merrie met pensioen. Dus dan heb je eigenlijk een soort opvolg. En je wilt dus echt meer dressuur gaan doen? Ja. Nou, ik had jullie merrie bekeken, hè? Ik had die filmpjes gezien gisteren. En ik vond het inderdaad, het was een bloederige merrie, mooi kopje erop. Als je zo kijkt, is het natuurlijk een beetje een springtype. Dus een springtype wil zeggen dat hij een klein beetje horizontalig is. En voor een dressuur wil je een beetje een vliegtuigje hebben. Toch? Ja. Hè? Ik bedoel, dat is handig, dan heb je een mooie zelfhouding. En voor mij, als je de merrie ziet, zou ze iets korter mogen zijn. Ja. Het is vrij lang, dus je zou mogen zeggen van, je mag een rib korter zijn, dan is het ook wat makkelijker om zo'n paard aan elkaar te rijden, zeg maar. Ja. Dus ik zou, als ik jullie was, dan een hengst kiezen die een beetje als een vliegtuigje fokt en, ja. niet te lang. Dat is eigenlijk het beste. Ik ben momenteel bijvoorbeeld heel erg weg van zo'n Jameson, die RS2 hengst. Dat vind ik een heel, heel gaaf paard. Maar bijvoorbeeld ook mijn eigen hengst, die Heros. Ik weet niet of je die wel eens gezien hebt. Die is van jullie afgelopen vlog, toch? Ja. Ja. Maar die fokt dus hartstikke goed. En die fokt dus ook echt als een vliegtuig. En ja. Kort. Okay. En normaal gesproken dan is een merrie hengstig. En dan, hoeveel dagen daarna moet je dan normaal insemineren? Nou ja, dan moet je insemineren als je hengstig bent. Ja, okay. Niet daarna. Dus... Niet daarna, oké. Want dat was met het spoelen namelijk wel zo, volgens mij, toch? Bij het spoelen is het dan is een merrie op een gegeven moment op de zwaarste hengstigheid, zeg maar. En dan zie je met het scan dat het eitje klaar is. Dan wordt het eitje zo, dan is het ineens een mooi zwart ding. En als het een beetje minder mooi rond wordt, dan gaat ze over de hengstigheid heen. Ja. Dus als dat rondje helemaal mooi is en ze is mooi hengstig, dan moet je insemineren. En bij embryo spoelen moet je eigenlijk een week daarna, dus dan heb je een embryootje. Wat was dat? Een koe. Een koe. Dat ken ik niet, een koe.
Na een week moet je dan gaan spoelen, want dan is de embryo nog niet vastgehecht aan de baarmoederwand. En dan heb je al wel een levensvatbaar embryo. Ah, kijk, ja, tot, vandaar tot zover het college. Daar is mee in de wacht. Ja. Ja, 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 ja. Maar jullie hoeven allemaal niet ingewikkeld te doen. Jullie moeten gewoon insemineren. Maar ik heb nog een vraag. Kijk, deze merrie is van een zangersheide bloed. Maakt dat uit wat je daarmee combineert? Of? Je hebt natuurlijk helemaal geen last van intilt. Nee. Dus dat is super handig. Dus dat is alleen dus een voordeel. Gekozen. En qua papier is... Heros, als je die dan, hè, als je die zou willen, dan is dat een BWP-papier. Dus dan krijg jij sowieso een volwaardig BWP-papier. Dus dat is een okay. Belgisch, dan heb je een Belspaard. Ja, wat leuk. Maar deze kwam ook al uit België, dus dan heb ik helemaal, wordt hij helemaal Belg. Ja, ja. En noem hem maar op. Ja. En dat is een vos toch, die van jullie? Ja, dat is een vos. Fokt hij ook in die kleur of maakt dat, weet je dat niet? Ik heb een paar vossen en ik heb een paar donkerbruine. Jij wel liever donkerbruin? Ja. Ja. Ja, de kans op vos is natuurlijk wel reëel. Bruine merrie op een vos, dus ja, zeg maar 50-50. Nou, verrassing. Spannend. Nou, ik vind het helemaal leuk. Je hebt trouwens ook wat wel interessant is. Hij is eigenlijk KWPN geboren en in KWPN heb je de OC-waarde. Ik weet niet of je dat kent, het genoom. En hoe hoger het genoom, hoe gezonder die fokt op met spat en met zijn straalbeentjes en dergelijke. Okay. Dus de OC-waarde is zeg maar een normaal curve, heel ingewikkeld. 100 is het gemiddelde. En boven de 100 dan zit je eigenlijk heel goed. En hij heeft score 104, dus dat is extreem hoog. Kijk. Dus dan fokt hij eigenlijk ook gezond. Ik zie helemaal de trots in je gezicht. Ja. Wat fijn. Ik heb nu alweer heel veel geleerd. Ik vind het helemaal leuk. Top. Ik voel me helemaal zo'n professor. Ja, zo grijs ben ik ook. Ja, heel fijn. Oké, nou, laten we contact houden. Super. Ik hou je op de hoogte. Ja. Succes ermee. Nou, dankjewel. Goed. So I really hope they want to use Heros. And I really hope they have a very beautiful fall. But I'm sure it will be, because all the foals I saw from Heros are really nice, I must say. So I'm the proud breeder, of course. So I gave an advice to Equitality, and my advice was Heros. And you could think that's obvious because it's his stallion. But I explained why my advice was Heros. Because Heros is shorter and more uphill, as I told them. I know how he is breeding, so I know his offspring. And I'm able to give a semen to them, of course, because I don't own other stallions that might fit their mare. And that's the problem these days, because you see so many stallions that everybody's like, oh my god, I don't know what to do, I don't know which stallion to pick. And every year is getting more difficult, because you have an overwhelming amount of breeding stallions these days. So how can you pick your stallion? I mean, some people just look at the most amazing stallions and they say van, oh, that's a very good stallion, so I picked that one. But that's not how you should pick a stallion, in my opinion. Because you should really, really look at your mare first. Maybe she's a bit long, maybe she's a bit hot, maybe she can be built a little bit more uphill, maybe you have already some offspring and they're not all really healthy, or they're not really good in their character, or you have to know your mare if you want to breed. So that's really important, because then you have to pick the right combination with your mare. My advice is, when you start breeding and you don't know how your mare is breeding, how the offspring will be, start with a stallion that which you know of how he's breeding. So pick an older stallion, then you know a little bit what to expect. I can tell you a few stallions I know which I think are very interesting this year. And of course that's my opinion, and because it's very difficult, so I picked a few just for fun. The stallion which I really do like, and which you already heard, is Jameson Eris 2. I do like Jameson because I really think he looks like a future Grand Prix prospect. I mean, he has so much power, and the trot and the canter are just amazing, unbelievable. You really turn your head immediately when you see that horse. And I think that that's very exceptional, because it was already there when he was young and it's still there.
You do need a mare with a big walk and some suppleness, because he is like a powerhouse. Another stallion I do like is First Dior. First Dior is a Fürstenbaal, and it's a beautiful stallion, and he's very interesting because of his pedigree. He is not so much inbreed, so I think that's very interesting. And he's stunningly beautiful, and he has very good gaits and lots of suppleness, very modern, and he's black. I think he's very good in his mind, and that's of course very, very important. Another stallion I do like, and I just got the first colt of him this year, is Springbank 2. Springbank 2 is located at Andreas Helfstrand. I think it's also a stunning horse with incredible radiance. I mean, everybody's looking at the horse. Very nice posture, self-carriage, unbelievably easy how he's cantering, trotting, and I really like his neck as well. So I really do think that's a very talented horse, and I saw a bit of his offspring, and I think he's breeding very good. So I think that's an interesting stallion, and I'm gonna use him this year on Karma, and I'm gonna use Jameson on Fabiola. Another stallion I do like, it's only a four-year-old, also located at Andreas Helfstrand, is Finch Hatton. Finch Hatton is a former Eins Sir Donnerhal. It's a four-year-old. And I saw the video at Helfstrand, and I then saw some more videos during the stallion selection. An unbelievably talented horse. Maybe the walk was a little bit tense at first, so maybe you need a mare with a big walk, a big overtrack. But also like unbelievably uphill, lots of suppleness and power. You don't know, of course, how he is breeding, because it's just a four-year-old. I did pick Springbank 2 for Karma. I think it could be a very good combination, because this horse has very much easiness in his canter and in his trot, and Karma can use a little bit more self-carriage, especially in her canter. She has a little bit difficulty in collecting. Jameson RS2, I put him on Fabiola. Why I did that is because Fabiola is a very long lined mare, a little horizontal even. Her best thing is that she has an incredible amount of overtrack, so she has a very much suppleness, and she is also able to collect because she's doing Piaf really well and collected walk as well. So she's able to collect, but still it's for her body is not so easy. So that's why I need to pick a short stallion who's very uphill. Heros could also be a very good combination for Fabiola, but I want to do that after Jameson, because I first want the Jameson foal. That's my penny in me. So another stallion who is very interesting is a stallion of me, is Le Premier. Le Premier Begijnhoeve is a Millennium Tango. Millennium is a very interesting trakener stallion, and he comes from Fetini, my mare. I bought her as a foal, and she's from one of the best dam lines in Holland. Four of her sister and brothers are Grand Prix, and she's also heading towards Grand Prix. So lots of sports in her pedigree. I do think that Le Premier fits best on uphill mares who are a little bit shorter. So a little bit of the opposite from the mares I just showed you. So that's the reason I don't use Le Premier on the two mares of me. But I think when I have a mare like Fanatic, for example, Tommy's riding Fanatic, the Tuschinski Havidov mare, that could be a very good fit, because she's a very nice mare, very uphill, a little hectic maybe. And Le Premier is a little bit more with big gates and a little less uphill. So that could be a very good combination, and we actually expect a foal of that combination this year. So I'm really, really curious what it will do. Thanks for watching. I hope you liked this more informative video about breeding. Please let me know in the comments what you think, and thumbs up. See you next time.